Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik ga nu met Niels naar de kapper, daarna naar mijn beste vriendinnetje. En daarna weer naar huis. En mijn haar, zo. Kan best. Nou, iets meer over de Jonas, maar hij is weer klaar. Ja, die vrouw. Een heel mooi speelgoed heeft hij, ja, absoluut. Wie de fuck is Billy Bakker? Ja. Ja, dat mag. We hebben een mooie aftelkalender gemaakt. Want Niels is ook nog jarig deze maand. En Sinterklaas en kerst. Ja, ik ga je Sinterklaasmuts opdoen. Ja, dan ben ik de Piet. Dit is de stoomboot. Oké. Okay. Wat chaotisch begin van de vlog deze week, dit weekend. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Oh, nou roept Niels weer. We waren dus gezellig even met mijn beste vriendinnetje. En mama was hier met Eden. En even naar de kapper voor Niels. Nu moet ik zo over 10 minuten, iets minder dan 10 minuten, naar de fysio toe. En Niels zou vanavond bij mijn ouders logeren, maar mijn vader is niet lekker. En nou is het even de vraag, is het gewoon iets verkeerds gegeten of is het buikgriep? Dus dat gaan we even afwachten. Nou en anders dus niet. Sven is dus met zijn werk een weekend weg. Dus het is allemaal wat, hè, mittens. Zoals je hoort heeft Eden nog steeds de blaftyfus. Het is één grote rommel. Ga ik zo ophouden. Ja, je hoort die vreselijke hoes van Eden. Dat is heel zielig. Nou, dat zijn dan tante Peppy en ik nog. Kijk, ze probeert hem weg te draaien. Uit logeren. Het was nog even de vraag omdat mijn vader niet lekker was. Maar hij voelt zich nu alweer beter. Nou ja, dat is fijn, want dan kan hij lekker uit logeren en ben ik hier met tante Beppie. Ik hoop dat het wat beter gaat dan vannacht. En ik ga nu even het huis opruimen. En dan, ik eet vanavond denk ik gewoon maar lekker een soepje, simpel. En morgen dan is Niels hier dus weer. Ik heb trouwens echt mega drama met mijn filmpje, dus dat ga ik nu voor de 1000 keer proberen online te zetten. Morgen ga ik sporten wel. Super lief. Mama komt even hier eens zodat ik kan sporten. Omdat ik natuurlijk vorige week ook al niet kon. Niels gaat ook sporten. Maar dan gaat opa een keertje mee. En in principe komt Niels dan 's middags hierheen. Maar de afspraak van mijn ouders zaterdagavond gaat ook niet door. Dus misschien dat hij daar nog een nachtje kan slapen. Dat zou wel heel relaxed zijn. Afhankelijk van hoe haar nacht is gegaan. Die hoest is zo verschrikkelijk. Maar goed, dit was nog een hele milde. Ik ga even opruimen. Nou, het huis is weer aan de kant. Dat kan ik wel zien, maar het ziet er weer beter uit. Niet helemaal, maar groot. En ook bij toen had Eden honger. Nou, mijn filmpje staat ook als het goed is eindelijk online nu. Ik ga het zo nog één keer checken als hij helemaal geüpload en wel is. Dat heeft me echt eindeloos veel uren gekost. Maar goed, het is gelukt. Ja. Yeah. En Niels is lekker naar mijn ouders toe. En had er ook zin in, hij mocht zijn schoen zetten. Of dan ben ik een beetje afgeleid. Deze kleine frummel heeft zichzelf weer helemaal open gekrapt. Ik weet niet of je het kan zien, maar hier. En dat doet ze dus niet alleen op haar hoofd, maar ook in haar gezicht. Dus daar zit ook, zeg maar hier zitten ook, misschien kun je het niet zien, maar achter haar haren zitten ook krassen en al die rode vlekken is ook wel een gekrap van me. Maar ik heb nu nieuwe krapbandjes. Die hoop ik aan blijven zitten. Die moet ik eerst nog even wassen natuurlijk. Dus misschien dat ik dat zo nog even in een kort wasje doe. Dat is wel een goed idee, hè? Goed. Dus ik ga even lekker voeden. Het stinkt.
Moet ze zo weer lekker bij gaan liggen. Nou, goedenavond. Ik kan pas nu filmen, want ik heb echt de hele tijd met Eden op school gezeten. Ze wilde niet, ze had het zwaar met het leven. Ze krabt haar hoofd de hele tijd open. En ik doe ook wandjes aan hoor, dat heeft ze nu ook aan. Maar dan nog zit ze dus met die wandjes nog helemaal zo en in haar ogen. En dan valt die speen weer uit. En, nou, ze heeft het zwaar met zichzelf en zit zichzelf enorm in de weg. Dus ze heeft eigenlijk de hele avond bij me gelegen. Ik heb er nu net weggelegd. Het is nu 10 uur. Dus nou, misschien dat ze nog even een uurtje echt even goed slaapt. En dan ga ik er voor de nacht voor. Dan hoop ik dat het een wat betere nacht is. Nou ja, we gaan het zien. Maar vandaar dat ik dus niet heel veel heb gedaan en of gefilmd. Het is leven. Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb heel slecht geslapen. Ze moet gewoon steeds hoesten en hoesten, spenen uit, laat ze huilen. En vervolgens krabt ze haar gezicht open en dat is een beetje een ongoing process. Dus uiteindelijk heb ik er met een constructie bij mij in bed gelegd, zodat ik er gewoon constant dat speentje in kon houden. En toen kon ik slapen. Werd ze wel af en toe wakker, want dan ging ik, weet je, dan dacht ik, nou, nu is het wel goed. Maar dan werd ze wakker. Maar op zich, dat ging aardig. Dus ik had zeg maar een soort ruim bed voor haar gecreëerd. Van, met zeg maar dat ze niet uit bed kon vallen, maar ook niet tegen een kussen aan kon komen met haar hoofd en dat soort dingen. Ik stond midden de halve nacht aan de deur te tikken, want die wilde ik toen niet op de kamer hebben. Om de deur te tikken, want die wilde graag naar binnen. Maar goed, het is nu 7:15. Ik werd wakker van haar. Nee, ik werd eigenlijk wakker van midden. Dus toen dacht ik, nou leg ik haar even in bed, midden even bij me. Ik had geen idee van tijd. Ik dacht, ik ga niet op de klok kijken, want dan word ik helemaal depressief. Weet je, hoe lang ben ik wakker geweest? Hoeveel is er gehuild? Ik doe het gewoon niet. Maar goed, toen dacht ik op een gegeven moment van, oké. Ze ging meteen weer huilen, dus ik ben hier op mijn bed gelegd, midden is weer de deur uit. Toen dacht ik, even kijken hoe laat het eigenlijk is. Voor het eerst, toen was het dus 7:38. Ik dacht, oh, dan moet ik nu gaan opschieten, dan moet ik gaan ontbijten. Hopen dat zij wel even slaapt. En anders heb ik natuurlijk te laat gegeten voor het sporten. Mm-hmm. Mama is weer weg. Eden ligt te slapen. En mijn ouders zijn echt de beste. Want mama heeft aangeboden dat Eden vannacht bij hen slaapt. Oh, zo fijn. Niels slaapt dus vanavond hier. En Eden daar. Normaal slaapt Eden dus hartstikke goed. Die geeft om 11:00 nog een voeding. En dan wordt ze meestal rond een uur of 8:30, 9:00 wakker. De volgende dag, dus dat is fantastisch. Alleen ze heeft nu zo naar die hoest dat ze gewoon steeds wakker wordt. En wat ik ook heel leuk vind, is dat ik gewoon een avondje, een middag en een avond gewoon lekker samen met Niels ben. Dus ik zit even te bedenken wat we gaan doen. Of we iets gaan doen, of dat we gewoon lekker hier gaan hangen. Ik weet het nog niet, maar in ieder geval ben ik redelijk gegarandeerd van een goede nacht. Alhoewel Niels regelmatig wakker wordt, s'nachts met nachtmerries. Maar goed, worst case scenario, neem ik hem gewoon een keertje bij mij in bed. Ik zat net een filmpje van de Masje te kijken, Vlogklos. En die had het over een video met een gezin met 10 kinderen, morning routine. Van, je moet het echt even kijken. Nou, ben ik echt zo'n pussy als ik deze vrouw zie. Deze vrouw staat dus op om 3:00 s'nachts en gaat dan lekker een boekje lezen, sporten, wasjes draaien, weet ik het allemaal. En dan om 6:00 worden de kids wakker. Nou, dat is een soort militaire operatie. Ik ben echt helemaal gefascineerd. Ik ben nu bij deel 2. Die ga ik sowieso nog afkijken en dan deel 3. Maar wauw. Ja, als ik een ochtendmens zou zijn, ik ben helemaal niet zo chagrijnig zochtens hoor. Maar ik ben gewoon echt een nachtdier, dus ik kan niet zo heel vroeg slapen. Als ik dat zou kunnen, dan zou dit best wel een briljant idee zijn. Maar dat kan ik niet. En daarbij, wij wonen gelijkvloers. Dus wat deze vrouw allemaal doet, zeg maar, als de kids slapen, wordt voor ons ook een beetje lastig, denk ik. Maar ja, het is echt heel fascinerend. En ik weet ook niet, daar had Marcia het ook al over, waarom hebben deze kinderen allemaal wit aan?
een raadsel. We gaan erachter komen, hoop ik. Goed, ik heb hem opgemaakt. Heel simpel. Ik ben echt helemaal fan van deze mascara trouwens, van Dior. De... staat er niet bij, maar het is... Oh wel, hier. Zo, goedemorgen. De Dior Show Pump and Volume. Fantastisch ding. Trouwens, een tipje. Wij hebben deze flessen van Difrax tegenwoordig. Met Niels hadden we andere flessen. Ik ga die ook wel eerst proberen bij haar, hoor. Maar eerst ging dat niet, maar deze wel. Alleen, die hebben zo'n kleine tuit, of zo'n kleine mond. Dan heb je ook de white ones en white ones. De white variant. En die is dus wat wijder. Maar goed, mocht je de smalle hebben. Wat ik altijd doe, is ik maak gewoon zo'n bakje. Deze van Kruidvat, geloof ik. Hier zitten drie vakjes in. En dan doe ik daar en dan zo'n tuitje, zeg maar. En dan doe ik daar gewoon de hoeveelheden voeding in. Dus ik doe dan, ga hem nu weer vullen voor 3 keer. En dan kan ik het gewoon met dat tuitje kan ik heel makkelijk in het gaatje gooien. Want dat lepeltje van de voeding past er net niet helemaal lekker goed in zonder te knoeien. Dus tipje. En ik ga een tosti eten. Die zit erin. Lekker lekker. Ik heb trouwens van de week even wat dingen voor zijn verjaardag gehaald. 2 keer. Want we vieren 2 keer. 2 keer en 3. Op de taart. Deze slinger vond ik wel leuk. Allemaal beestjes van de HEMA. We hebben verder gewoon normale slingers. Maar ik vond deze wel leuk voor de afwisseling een keer. Een paar setjes bordjes. Ik moet nog servetjes kopen. Maar ze hadden niet die leuk bij, erbij paste. En deze plastic vorkjes. We hebben namelijk geloof ik maar 6 taartvorkjes. En met een gewone vork hierop, dat wordt natuurlijk een drama. Toen zag ik deze en ik denk, oh top. En, maar dat was heel raar. Het is een executieverkoopwinkeltje waar ik dus alleen deze vandaan heb. Maar ook dit. En onze gootsteen loopt hier door. En ik ben dus heel benieuwd of dit gaat werken. En zo ja, hoe. Er staat ook niet hoe je dit moet doen. Er staat alleen... Bedankt voor de aankoop van dit product. We hopen dat u zult genieten van de aanschaf. Wij besteden optimale zorg aan de kwaliteit hiervan. Heeft u vragen, suggesties of klachten, verwijzen we u terug naar de winkel van aankoop. Nou ja, daar kan je wat mee, dus ik heb geen idee. Onderin staat zijn bronnen zijn verstopt. Nou, nee, maar mijn haar is nog steeds een beetje nat, maar Eden slaapt nog steeds. Ik denk dat die een beetje aan het inhalen is van vannacht. Dus die laat ik lekker gaan. Maar goed, ik wil mijn haar nu niet veulen. Want dan wordt ze misschien wakker. En dat vind ik zonde. Maar dan zit ik dus zo'n filmpje te kijken. Ik ben dus helemaal nu geboeid door dat gezin met die 10 kinderen. Want alles is daar ook wit. Wit en zwart en grijs. Nou, hebben wij ook veel wit en zwart en grijs. Maar dat speelgoed is toch echt allemaal gekleurd. Maar dan zit ik dus te kijken. En dan ligt dus dat... babytje. Ze zijn dan allemaal, ik weet niet of je het een beetje kan zien, zijn ze allemaal aan het spelen. En dan ligt dus zo'n babytje, ligt daar gewoon op de grond te slapen. Hoe dan? Hoe doet ze dat? Kijk, die ligt daar gewoon te slapen. Nou, dat vind ik dus mega fascinerend. En ze geeft ook borstvoeding. En dan loopt ze gewoon rond. Ik denk, nou, dat is best wel een kleine vrouw. Ik breek al als ik zit. Hoe doen mensen dat? Nou ja, goed. Ik ben helemaal gefascineerd. Ze trekt graag aan mijn haar. Ja, je trekt graag aan mijn haar, hè? Dat doet een beetje zeer. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Ja? Ik zit hier even met de kleine. En als het goed is, is Niels nu onderweg. En dan ruil ik mijn dochter in voor mijn zoon. En dan, ja, ga ik even met Niels spelen. Ja. Ja, het is inmiddels ook al 4:10. Dus ik denk niet dat we nog heel veel gaan doen. Misschien dat ik nog even lekker met hem naar buiten ga.
Dat hij gewoon nog een paar keer in de speeltuin van de glijbaan af kan of zo. Kijken welke speeltuin. Maar nou ja, dan gaan we daarna gewoon lekker naar binnen. Want het begint ook al een beetje donker te worden. Ja. We hebben net bananenbrood gebakken. En van die cacao ballen. Voor die energy balls. Dus dat staat allemaal weer ready. Het ruikt hier heel lekker. Ik kan het helaas niet ruiken, maar het ruikt hier heel lekker. En we hebben even gefacetimed met papa. Heel leuk om te zien, want ze ging echt lachen. En ze ging zo maar de telefoon proberen te pakken. En vervolgens ging ze ook in de mond proberen te stoppen. Maar goed. Maar het was heel leuk. Dus, en nu gaan we denk ik even op de uitkijk zitten. Toch? Op de uitkijk zitten voor je broer. Niet in je ogen krabben. Goed zo, die erin. Ja, nou die zit. Dan zijn kraag om, even kijken. En dan zijn hoofd erop. Eerst zijn hoofd, ja. Zie je hoe klein het is? Het is goed dat we dat heel goed vasthouden. Oh kijk, hij heeft twee kanten. Blij en boos. Zie je dat? Ja. Nou, zijn haar erop. Misant. Misant. Andersom. Nu ziet hij niks. Zo hé. Misant, niet doen. Oké, die is af. De ninja is af. Nou, dan gaan we bouwen. Dan hebben we deze nodig. En deze heb ik nodig. Wat is dat dan? Is dat nog een kraag voor hem? Okay. Ja, maar die is denk ik te veel. En een zwaard heeft hij nodig. Een zwaard heeft hij nodig. Ja, hij heeft zelfs twee zwaarden, zie je dat? Zal ik deze even bouwen? Ja. Niels eet vandaag pannenkoeken. Oké, kies. Oh, nou goed boven je bordje blijven hangen. Oh, je moet hem andersom houden, lieverd. Zo gaat het beter, denk ik. Toch? Niels eet vandaag pannenkoeken, want het is feest. En ik heb een pizza besteld. Ik wilde eigenlijk... Wil je aan doen? Ja. Ik wilde eigenlijk een vegan burger bestellen, maar het bleek dicht te zijn. Dus toen was ik inspiratieloos, dacht ik, neem een pizza. Pizza marinara, dat is mijn lievelings. Er zit eigenlijk niks op, behalve tomaatsaus. Maar ik heb er met knoflook en zo. Maar ik heb er toch nog een beetje paprika op laten doen. Voor de groenten. Ja, nog niet. Ja, kan toch niet. Da. Goedemorgen, het is zondag. En wij zijn wakker. Al heel lang. Niels was om 6:15 wakker, helaas. Ik ben al wakker. Je bent al wakker, ja. Hier kan ik dus eindeloos naar kijken. En van die Lego boeken. Mega fascinerend. Nee. Hey, het is toch politie? Ja, dat vind ik ook heel leuk. En wat heb jij? Kroket. Niels, heb jij voor mij van de boerderijdieren misschien het paard? Oh, dan pak ik een kaartje. Nu ben jij weer. Heb ik mij ook. Soms de mama. Nee, die heb ik niet. Oké. Koek. Eentje. Maan. Ja, die mag jij. Niels, heb jij voor mij van de sterren? Dankjewel, de zon. Eerst mag ik nog een kaartje pakken. Ik heb ook een eentje nodig. Alsjeblieft. Oké. Dus ik heb even een appeltje. En ik hoor dat Eden het goed heeft gedaan vannacht. Die is over ongeveer een uurtje. Dus dat is heel fijn om te horen dat ze gewoon iets anders heeft geslapen dan normaal. Maar wel gewoon goed. Ze heeft oma uit laten slapen, dat is belangrijk.
Dus nu gaan we even een appeltje eten en dan gaan we even naar buiten. Ik wilde eigenlijk net al, maar wilde even spelen. Dus prima. Dan ga ik even zitten. Niels is net opgehaald door zijn beste vriendje. Die zit al op school. Dus ze schelen anderhalf jaar, maar goed, ze kunnen het goed vinden samen. Dus die is daar net door opgehaald. En zijn moeder vroeg of ik het goed vond als hij daar ook ging pannenkoeken eten. Nou heeft hij gisteren al pannenkoeken gegeten, maar ik dacht ook, vindt hij waarschijnlijk hartstikke leuk, dus laat maar gaan. Dus die gaat daar pannenkoeken eten. Ik ben heel benieuwd, want ja, hij is dus 2, bijna 3. En dat jongetje is dus al 4. Dus die plast dan op de wc. Zo, Niels die plast wel eens op de wc als we ergens zijn. Maar nooit natuurlijk zonder mij of Sven, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Of die dan tegen die moeder zegt. Of dat hij het ophoudt. Of dat soort dingetjes. En dat was, hij wilde wel graag dat ze hem kwamen ophalen, zeg maar. Dat was ook handig, want het Eden op bed lag. Dus we hadden het vorige keer al over gehad. Ze zei, we kwamen ook even ophalen. Want anders wilde hij niet dat ik wegga. En nu ging hij dus wel mee. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe hij dat vindt. Hij vroeg wel een paar keer van... En ga jij dan ook mee pannenkoeken eten? En ga jij dan ook mee naar Max toe? En dus ik ben heel benieuwd. Maar hij ging verder enthousiast weg. Dus we gaan het zien. Toen dacht ik, nou kan ik heel erg veel dingen gaan doen. Dan kan ik ook gewoon even lekker gaan Netflixen. Helen ligt nog te slapen, dus ik pak mijn moment. Een kleine frummeltje is inmiddels weer wakker. Ja, heel vaak zit ze hiermee te spelen en dan houdt ze met de andere hand, houdt ze dit vast. Sven's werkding zou tot 3 uur duren en dan zou die, volgens mij is het een half uur rijden, zo zou die... Hij wilde even niet scherp stellen, maar wat ik wilde zeggen is, hij zou dus tot 3 uur dat hebben en dan zou die, volgens mij was het een half uur, 3 kwartier rijden, zou die daarna terugkomen. Hij stuurde het al iets uit, hij stuurde, nou een hele tijd geleden van het loopt iets uit, maar... nu is het inmiddels 4:30. Hij zei, oh, het loopt niet veel uit, het loopt iets uit. Maar het is inmiddels 4:30. Dan heb ik een dilemma. Hij neemt ook niet op. Dus hij zit in ieder geval nog niet in de auto. Maar ik heb aan Niels beloofd. Ja, ik heb aan Niels beloofd dat papa terug is. Omdat hij dan al lang terug zou zijn. Oh, één is even niet bij. Dat vind ik altijd zo lastig. Want dan denk ik, ja, ik heb die jongen dat beloofd. En hij vindt dat best wel belangrijk. En hij vroeg al de hele tijd van, wanneer komt papa thuis? Dus nou ja, ik weet even niet zo goed wat ik dan moet. Maar hij neemt niet op, dus ik kan ook niet van doen. En toen dacht ik, oh, dan ga ik even lekker met tante Webby naar buiten. Maar deze kleine frummel moet natuurlijk wel in de kinderwagen. Maar ik heb het bed in de, het kinderwagen beddengoed, zeg maar, heb ik in de was. Oh, oh. Dus kunnen we in de draagdoek? Nee, niet in de draagdoek. Geen goed idee. Oh, jee. Het is maandag en ik ben helemaal vergeten de vlog af te sluiten, bedacht ik. Maar ik heb net heel erg mijn best gedaan. Als Bob de Bouwer. Volgens mij had ik laten zien dat ik deze grootsteen ontstoppingssfeer had gekocht. Nou, voor geloof ik dat het €2,49 was uit mijn hoofd. Ik heb dat ding dus gebruikt en het heeft geholpen. En nu moet ik alles weer gaan opruimen. Maar ik had dus eerst dit ding eraf, maar dan moet je weer op de bocht door. Dat lukte niet. Toen had ik dit ding eraf, maar toen moest hier nog. Dus heb ik uiteindelijk dit ding eraf gehaald. Dus het zit niet hierin, het zat dus dieper. Dus ik ben bij de onderburen geweest, denk ik, met dat ding. Dat is 2,5 meter lang. But it worked. Hier ligt hij, onze held. Dus met dit prachtige feit wil ik deze fantastische vlog afsluiten. Nee, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden zien. Ik wil je erg bedanken voor het kijken en heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. De vlog van Niels' verjaardag, dus dat wordt een heel leuk weekend. Ik neem jullie heel graag mee. Tot dan, doeg!